Op veel plaatsen start de dag vandaag met flink wat zonneschijn. Maar met name in het zuidwesten en in het uiterste noordoosten komen wat wolkenvelden voor. En daaruit valt lokaal ook een enkele spat regen. In de brede opklaringen ontstaan in de loop van de dag verspreid stapelwolken. Dat gebeurt eigenlijk vanochtend al op veel plaatsen. En de temperatuur die loopt er wel op naar waarde zo tot 17 graden op de warmste plaatsen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 19 tot lokaal 23 graden. En bij een matige zuidwestenwind en veel stapelwolken kan er lokaal toch wel een enkele regenbui ontstaan. Vanavond dan klaart het flink op. De buien en de wolken verdwijnen, maar het blijft nog lang aan de warme kant. De wind neemt wat in kracht af en met een beetje geluk zien we vanavond misschien weer lichtende nachtwolken net als de afgelopen dagen. Morgen gaat de temperatuur flink in de lift. Landinwaarts wordt het de zomers warm met 25 tot lokaal 27 graden. In de kustgebieden is het wat koeler, met name dus middags ook een wind van zee. Waarschijnlijk blijft het zo goed als overal droog. Dinsdag en woensdag wordt het nog een stukje warmer met dinsdag lokaal 28. En woensdag kunnen we misschien zelfs weer tropische temperaturen noteren. Met name woensdag is er kans op enkele pittige regen- en onweersbuien. Vanaf donderdag is het weer wat minder warm, ook dan neemt de buienkans geleidelijk weer af. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl